Ja, wij hebben natuurlijk onze magie en potions. Potions? Daar heb ik inderdaad van gehoord, want jullie zijn de meisjes van het noorden natuurlijk, maar ik heb ze nog nooit gezien. Hier heb je er alvast eentje. En wat is dat voor potion dan? Potion of strength. Oké. Okay. Dat soort dingen, dat kan... Zo. Hoppakee. Ja, weet je wat, neem maar een deel van de potions mee, alle potions die ik nu bij me heb. Als teken van het bondgenootschap. Zo, daar heb je een deel. Wauw. Daar kunnen jullie wel even wat mee doen. Kunnen jullie wel ook wel mee stand mee houden. Zeker, zeker. Hey, ik heb nog misschien een heel slim idee wat mij net te binnen schiet. Jullie hadden net over railways. Mm-hmm. Nou is het misschien ook wel slim om een railways van Firion naar Medusa te trekken. Klopt, dat zou ook wel slim zijn, ja, zodat we gewoon echt snel bij elkaar zijn. Ja. Maar we zijn nou druk bezig met de railway naar Terros. Zeker. Misschien kan je splitsing maken of daarnaast of zo, of ik het, een afbuiging of een verdieping erboven. Aangezien jullie nog wat dichter bij de andere gevaarlijke kingdoms liggen dan ons. Mm-hmm. Lijkt me dat misschien wel een goed plan eigenlijk. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad ook wel slim, ja. Dat we gewoon een driepunt hebben. Gewoon dat je van Firion naar Medusa kan, van Medusa ook naar Teros en van Teros naar Firion. Gewoon dat je zo door kan. Ja, precies, ja. Misschien moeten we dat ook even voor gaan stellen aan Teros. Ik denk dat we hier ook best wel een goede verdediging hebben als de muren. Ja, en zo. Dat zeker, dat zeker. Jullie hebben al een hele goede reputatie met muren bouwen en zo en stand houden. Ja, dat is Medusa, hè. Wij geven nooit op. Nee, inderdaad. Ook al zijn we maar in de minderheid, we gaan gewoon door. Ja, maar aantallen zijn... Man-aantallen is ook niet altijd alles, hè? Nee. Het gaat ook voor een groot deel ook om gewoon de muren en klein, zo. Een kleine leger is makkelijker te leiden dan een grote leger. Klopt. Dus het kan veel praktisch. Ik wou je trouwens nog even wat geven. Ik dacht, het is een gift uit Firion. We hebben er toch genoeg van. We hebben het niet nodig op dit moment. Oh, nice. Oh, ik pak het per ongeluk op hier. Nice, kan ik wel gebruiken. Ja, dat dacht ik al. Ik wil je bedanken voor al je giften. Ik zie hier allemaal potions zitten. Wauw. En ook een boek. Oké, mooi. Ik ben hier heel blij mee. Ik denk dat wij hier wel wat mee kunnen bouwen. Ik begin helemaal te stotteren ervan. Gewoon van in één keer deze powers die wij in handen hebben gekregen. Ik had er ook niet op gerekend. Ja, het is toch... Hier kwamen we eigenlijk niet voor. Jullie vijand is onze vijand. Laten we het aan mijn handen houden. Ja, dat klopt wel. Nou, ik wil jullie succes wensen met jullie kingdom. En we komen nog vaker langs. Ja, we houden zeker nog even stand in zaken en we spreken elkaar snel weer. Yes. Dat komt helemaal goed. Mooi zo. Zullen jullie nog naar beneden geleid worden of... Graag. Heel graag zelfs. Oké, hier is de weg naar beneden toe. Hoppa. Oké, ik zie het. Oké, boy. Ah, yes, finally! Terug in Firion. In mijn oude vertrouwde stad, Murdoch. En ja, ik ben hier, Chelro. Ja. Trouwens, zullen we even naar de Medusa-ambassade gaan? Om gewoon even die potions af te leveren. Ja, dat is de perfecte plek voor me. Yep. We zijn wat eerder als anderen. We waren iets sneller deze keer. Ja, klopt. Die zijn later soms treuzelen we ze wel. Maar ja, het zijn toch mijn mannen. En ik hou toch van ze. Maar ja, kom, we gaan verder. Even serieus. Ja. Wat ik wel niet begrijp, is waarom Medusa in één keer ons die potions gaf. Ik heb ook geen flauw idee. We hebben nou dus toegang tot potions. En dat is best wel vet. Ja, en wij hebben... Dat ze ons daar überhaupt mee vertrouwen. Inderdaad. We zijn goede bondgenoten, dat zeker. Maar dat ze ons zomaar in één keer hiermee vertrouwen gewoon. Ja, wij hebben een ambassade laten bouwen. Dus misschien dat hun zoiets dachten van... Nou, doen wij ook iets voor hun, zeg maar. Ja, het is klopt, toch wel klopt. Iets groter, die potions. Want dit kan gewoon een hele strijd bepalen. Eigenlijk. Zeker. Nou, hier beneden is de... Hier kunnen we onze potions opslaan. Ja. Oké, dan ga ik ze even... Oké, dan stop ik ze even. We hebben hier een Potion of Swiftness. Potion of Regeneration. Potion of Potion. Potion of Fire Resistance. Potion of Slowness. Potion of Healing. Nou ja, dat is eigenlijk wel duidelijk wat die doen. Maar ik heb hier, dat zag ik net al, een Splash Potion. Hier, wacht. Ik pak hem wel even.
Ik geef wel even aan jou. Weet jij wat een splash potion is? Nee, dat weet ik echt totaal niet. Nooit van gehoord. Splash potion. Ik ga het ook maar niet uitproberen, want ik weet niet wat het doet. Nee, dadelijk, ja, inderdaad. Doet even veilig. Het staat op strength, dus gewoon, daar word je sterker van. Ja. Maar splash, waar dat splash voor staat. Nou ja, hier. Ik heb hier trouwens ook een boek. En daar staat bij potion recepten. Maar ik kom er niet echt uit. Ik weet niet of jij eruit kan komen. Ik zal eens kijken of ik. Hier alsjeblieft. Dit moet wel lukken op zich. Als je me even de tijd geeft, dan kom ik hier wel uit. Oké, mooi zo. Dan hebben wij dus binnenkort potion. Misschien zijn het iets minder goede potions die ze nog over hadden of zo, ik weet niet. Nou, ik zou niet weten waarom ze dat zouden doen, maar... Maar ja. Nee, dat is waar. Heel fijn. Maar dit is dus de Medusa-ambassade. Hierboven zitten toch die andere... Gewoon de brewing room en zo. Jongens. En waarom de fuck zit David hier? Ook hoi, David. Nou. Maak je eerst maar af. Ja, dat gaat ook. Ja, wel hoor, dat gaat wel. Maar. Ja. We maken hem sowieso. Oké, droopje. Wacht, Wauw, dat was echt een kut moment.